in de categorie Sporter met Beperking 2016. Hij slaat de shuttles links en rechts op je oren. Bas den Turk. We rollen van het ene succes in het andere. Rolstoelbasketballers High Five. Zij maakt grote sprongen in haar sportcarrière. Marlene van Ganzenwinkel. Dat topsport niets met leeftijd te maken heeft, bewijst de 50-jarige Bas den Turk. Dit jaar haalde hij de kwartfinale in de herendubbel op het EK Parabadminton. Bas hoopt nog een aantal jaren op topniveau mee te gaan om zijn droom waar te maken. De Paralympische Spelen, waar badminton voor het eerst op het programma staat. Tokio is gewaarschuwd. Als startend team gingen de rolstoelbasketballers van High Five ervaring opdoen bij het NK in Rotterdam. Ze pikten meteen de finale mee. Niet zo gek gezien hun status in de landelijke competitie. Niet één punt hebben ze laten liggen en dus stevenen ze af op promotie. Hun volgende doel is om het rolstoelbasketbal verder uit te rollen in Tilburg. Sinds Marlene in oktober 2012 via NOC-NSF kennis maakte met atletiek, is ze verkocht aan sprinten en verspringen. Vanaf dit moment gaat deze 21-jarige atleet in de zesde versnelling. Het brengt haar uiteindelijk naar de Paralympics in Rio. Met persoonlijk record en een bronzen plak kan zij thuis.